En het is ook altijd, ik vind het ook altijd leuk om zeg maar toch de verschillen te zien tussen een nieuwe binnenweg. Nou, je bent erop hoor. Mijn naam is Adi Sondels Reis. Ik speel de rol van Nando in Santos. En Nando is misschien wel een van de meest getraumatiseerde personages. In ieder geval een hele roekeloze, koude kikker. Is dit alles wat je hebt? Tegelijkertijd ook een heet hoofd. Is cosa nossa! Hij wil dat alles op zijn manier gaat. Ik ga niet opgeven. Wij zijn Dos Santos, vriend. En hoe ik het over hem heb, voel ik gelijk alweer dat ik die adrenaline van hem krijg of die boost. Maar ik moet gewoon lekker Addison blijven, want dat is Addison nu. Addison gaat jullie even meenemen door Rotterdam. Naar een paar plekken die we hebben gebruikt voor Santos. En eigenlijk is het gewoon een kleine hoodwalk die ik jullie ga geven. Dus kom lekker mee, we gaan lekker checken wat er allemaal is. Beginnen we daar? Nou, we staan hier dus nu bij het huis van Yola. Glenn komt dan vandaar in een van de afleveringen. En dan de lieftallige Yola komt daar uit het raam hangen met haar prachtige stem en haar uitstraling. Dat is lang geleden. We moeten praten. We moeten praten? Nou, ik praat niet met vreemden, man. Voor Yuta is dit ook gewoon, vindt ze, dit is haar droomhuis. En ik snap het ook wel. Je zit dan op de hoek van de Matenesselaan en de nieuwe binnenweg. Nou, de Matenesselaan is weer een hele, ook weer een iconische straat, maar een hele dure straat ook. De binnenweg is eigenlijk heel erg het decor van de ritjes van Glenn en Jermaine. Die zie je dan heel de tijd op en neer rijden op de binnenweg. Hoe stond die nieuwe baan van je dan? Is wel hard, man. Grote groep, wel aardige mensen op zich. En dat was grappig om te zien, want als Rotterdammer ga je natuurlijk toch net ietsjes anders kijken. En dan zie je in de ene shot denk je, hey, maar daar kan die nu eigenlijk niet langs rijden, want hij reed net daar langs. Mooi ook wat daar staat, toch? Op de achtergrond zie je nog de omgeving van de mens is de medemens. En dat is geschreven door Jules Dilder. En Dilder, die zat altijd daar bij dat café. En Dilder is natuurlijk, voor mij is dat ook natuurlijk iemand, aangezien ik ook van dichten hou en van schrijven hou, was dat ook gewoon een mooie man om te zien lopen. Maar de binnenweg is gewoon rijk aan cultuur, winkels. Ik vind het ook altijd leuk om zeg maar toch de verschillen te zien tussen een nieuwe binnenweg. Nou, je bent erop hoor. Kijk, dat is ook Rotterdam. Iedereen wil laten weten of zien dat ze... Dat ze ons zien. En hier aan de zijstraat van de binnenweg zit ook onder andere mijn huis. Dan is het wel anders naar je werk gaan dan naar de staalfabriek gaan waar ik op mijn 18e heen moest. Nu kon ik lekker lopend naar de set gaan. Of ik kon lopend en soms werd ik gewoon opgehaald. Dus dat is wel... Ik voelde me een BR'er. Een bekende Rotterdammer. Lekker superster.